La crise sanitaire du Covid-19 a mis en évidence l'importance d'avoir des médicaments en nombre suffisant en Europe. Et le phénomène n'est pas récent, mais il s'est gravement accentué ces dernières années. En France, les cas de pénurie de médicaments ont triplé en 3 ans. La pénurie des médicaments touche toutes les gammes de remèdes et peut remettre en cause le pronostic vital des patients. Some patients go to their local pharmacy to get cholestyramine, or they go to their pharmacy to get mesalazine enemas. But the local pharmacy has to say that these products are not produced anymore on the Belgian market. And indeed, it seems that more and more companies stop producing these products because the endeavor of our Belgian government to put the prices of these products as low as possible actually leads to the fact that these producers don't think it's economically workable anymore. Another example are the biologicals. These products are much more expensive, but still they are cheaper in Belgium than throughout the rest of Europe. In 80, ik was toen 19 jaar, is de ziekte van Crohn vastgesteld. Op dat ogenblik hield eigenlijk mijn leven op. En sinds midden 2018 is het bij mij colitis ulcerosa vastgesteld. Begin 2019 ben ik dan gestart met het om de 8 weken een inspuiting van Stelara. Le Kestran est devenu vital pour lui assurer un confort de vie acceptable. Sans le Kestran, sa vie est impossible. Daarom ben ik zeer gelukkig dat Kestran bestaat. En het is een wondermiddel. Om opstoten te vermijden en de ziekte onder controle te houden, neem ik reeds lange tijd Klaversal als medicijn. Het probleem is dat Stelara volgens de apotheek niet altijd beschikbaar is. Maar enkele jaren geleden ontdekte ik, toen ik bij de apotheek was, dat Kestran uit de handel genomen was. Groot was mijn verbazing toen Klaversal als ook mesalazine niet meer te verkrijgen waren. Il y a 2 ans déjà, il a dû faire face à une pénurie de Kestran. Oh, vous pouvez vous imaginer son angoisse. Wat betekende als die medicatie echt niet beschikbaar is, dat ik toch eigenlijk constant aan het rekenen ben. Hoeveel dagen medicatie heb ik nog? Wanneer komt de medicatie? Wat gebeurt er als die medicatie niet op tijd is? Ga ik in een herval vallen? Dat is een vreselijk iets voor iemand die niet zonder Kestran kan. Hoe kan het zijn dat deze medicijnen niet meer te verkrijgen zijn? Begrijpen wie begrijpen kan. En dit enkel uit wiens bejag. Dus, ik zou jullie mogen vragen hieraan iets te willen doen. Voor mij en voor alle personen met een chronische ziekte die al hun hele leven tegen hun ziekte moeten vechten en die ook nog eens een gevecht moeten aangaan om op tijd hun broodnodige medicatie te krijgen. Alvast bedankt. The European government's procurement of medicines prioritizes the cheapest available offer, instead of looking at whether the medicines were produced sustainably and fairly. And as a result, 80% of the ingredients in our medicines are currently produced outside of the EU, leaving us dependent on others and vulnerable to shortages. We must change public procurement rules in order to prioritize local and sustainable production of medicines. And if medicines can be sold for a higher price in one member state, we apparently accept it that medicines are not available for the people who need them elsewhere. We need to make sure that we have equal pricing of medicines, so not only the patients in the country that pays the highest price have access to their medication. And we need to lay down requirements for public subsidies to make sure that we have transparency
about the cost of medicine development.